Vrijdagavond speelde NEC de eerste wedstrijd in de Jubilee League onder leiding van nieuwe trainer Pepijn Leinders. En het won mede dankzij een wervelende tweede helft met 5-1 van Go Ahead Eagles. En na de wedstrijd spraken we met Jari Schuurman en trainer Pepijn Leinders. Jari Schuurman, een lekkere wedstrijd om weer eens in de basis te starten. Ja, zeker. Goed trainingskamp achter de rug en dan na de winterstop. Eerst als het 5-1 winnen in de basisstart is niet verkeerd. En wat vond je van de eerste helft? Ja, een aantal dingen gewoon heel erg goed hoor. Dus, zelfs tot we proberen in bepaalde momenten echt 100% pressing te spelen. Tot het net iets te open staat en tot we te veel achter de bal aan moeten lopen als het ware. Dan nog pakken we gewoon 2-3 ballen af waar we daadwerkelijk gevaarlijk mee kunnen zijn. Of waarmee zijn. Oké, dan kom je de rust in. Ja. En wat zeg je dan? Ja, dat kan ik natuurlijk. Ja. In ieder geval tot er heel veel ruimtes liggen om echt de voetbal te spelen. Tot we dichter bij elkaar kunnen komen en daardoor meer opties kunnen creëren. Waardoor ons talent beter uit de voeten komt. Tot we creatiever kunnen zijn. Tot we zuiniger natuurlijk moesten zijn op het moment dat we de bal wonnen. Tot we andere momenten juist diepte moesten kiezen. We hebben wat beelden laten zien hoe we... In de rust. Ja, hoe we beter konden bewegen. Ten opzichte van de tegenstander, wat ze hun proberen te doen. Ja, het zaten fantastische aanvallen bij ook, tweede helft. Ja, vaak de derde man gezorgd, goed doorbewegen. En dan natuurlijk, de laatste paas kan er vaak beter. De laatste trip, maar dat is allemaal oké. Dat is helemaal niet echt. Voetbal is een spel van proberen, van durven, van lef. En als dat dan misgaat, dan heb je counterpressing. Dat counterpressing, zoals ze dat noemen, dat lijkt me ook wel lekker voor jou als voorhoede speler. Ja. Ja, zeker. Zo'n type ben ik ook wel. Ik heb veel energie, ik heb veel loopvermogen. Dus des te meer wedstrijden ik ga spelen, des te meer ik het ook ga volhouden. Zeg maar dat druk leggen, dat ligt me wel. Zeker voor een aanval als iedereen aansluit achter je, is dat gewoon fijn. Als je daar de bal verovert, ben je het dichtst bij de goal. Dus zo simpel is het eigenlijk. Hoef je minder te lopen, in ieder geval terug. Precies. Ja, ja, want NEC speelde natuurlijk met John en Lasson aan de rechterkant als linksbenige speler. Hoe vind je het spelen aan de zijkant aan de linkerkant? Ja, links wel voor een rechtspoot vind ik. Type als ik makkelijker dan op rechts spelen. Dat je toch naar binnen kan gaan en meer in het middenveld kan komen. En dat spel ligt me wel. Dus ik vind het wel fijn om op links te spelen als ik speel. Dan ga je maandag naar Os. Wat moet er dan beter in vergelijking met vandaag? Ah, we moeten eerst Os nu rustig analyseren. De hele 2 weken heeft Go Ahead natuurlijk centraal gestaan. Nee, in eerste instantie heeft onze manier centraal gestaan. Maar ook, oké, wat kunnen we dan... Hoe kunnen we zoeken naar... Om hun angel weg te halen en zonder dat we ons echt aanpassen. Zo. Want we gaan tegen elke ploeg vanuit onze manier spelen. En dan Hauptzage? Hauptzage 3 punten.